Weet u waar Gijp en Dick elkaar ontmoet hebben? Nou, de ontmoeting weet ik niet precies, maar ik weet wel dat hij schijnt een keer als vertegenwoordiger ingevallen te zijn. En toen kwam hij bij ons in de winkel en toen zei mijn moeder laat, dat is net zo'n ventje voor jou. En dat schijn ik op een of andere manier tegen tante Mien verteld te hebben. En die heeft het weer tegen Gijp verteld. En toen, of hij er al in het vizier had, weet ik niet. Maar in ieder geval heeft dat wel de doorslag gegeven, denk ik. En toen liep ik eens met een vriendin op de Prins Bernhardlaan. En toen kwamen er twee fietsers achter ons aan. En dat waren Gijp en Jan Epskamp. En die vroeg aan mij of ik wist of zus thuis was. Ik zei, nou, dat weet ik niet, maar gaan we eventjes kijken. En toen zat ze binnen in huis met Willy Vermanen. Toen zei ik tegen ze, nou, Gijp Bos staat hiervoor, die wil je even spreken. Dus ze kreeg een rode boei. En ze vloog de deur uit. En toen zeg ik tegen Willy, ik zeg, maar hij heeft niet gezegd dat jij niet mee mag komen, hè. Dus die stond toch gelijk op en die ging er ook achteraan. Maar het is toch sessie geworden, denk ik. Wat vond u van Gijp toen hij voor het eerst thuis kwam? Nou, dat vonden wij een jonge man die een hele mooie baan had enzovoort, in de eerste plaats. En zijn vader zag er als een deftig heer uit, met zo'n bolhoed op en een puntboordje. En de wandelde hij altijd naar het kantoor, hè. En Gijpje zat ook op kantoor in die tijd, bij Van Essen. En die was zaterdags vrij. En ik werkte toen nog in de bakkerij. En dat was het zaterdags de drukste dag. Dus wij vonden dat hij een herenleven had. Ik vond het een leuke jongen. Ja, echt gezellige vent, rustig. Maar echt wel een leuk ventje. Ik kreeg als het ware, ik was de kleinste dus, een nakomertje, hè, dus mijn broers die waren een stuk ouder. En ik vond echt dat ik een derde broer bij kreeg. Het was een hele gezellige broer als het ware, zwager wil ik hem wel eens niet eens meer noemen. Zo vertrouwd was hij eigenlijk, hè, bij ons. Gijp was een gezellige vent. Je kon echt genieten over een bouw, weet je niet? Hij kon bergenbroodjes eten. En wat hij ook heel goed kon, dat is kersen eten. Dan kochten we wel eens kersen en dan zaten we bij de bank, bij de bakkerij aan de buurtlaan, zomers kersen te eten. Nou, ik dacht dat hij wel zo'n 30 tot 40 kersen kon verwerken zonder de pitten eruit uit zijn mond te halen. Hè? En dan na zo'n 40 kersen, dan had hij die pitten allemaal verzameld in een wangzak. En dan als een mitrailleur kwamen ze er één voor één. Schoot hij ze de tuin in, hè? Uit die verkeringstijd, en dan kwamen wij veel bij opa en oma Bos. En ik weet nog wel dat we wel eens een paar keer daar gerookte paling hebben zitten eten. In de serre achter het huis. En s'avonds zaten we er ook wel eens, hè? En dat was in die tijd was dat op de radio was er zo'n bekend liedje van weet je niet? En dat kon opa Bos zo mooi nadoen. En dan werd oma Bos niet kwaad als hij dat deed. Dus ik weet nog wel iets. Dus toen ze verkering hadden. En dan ging ik meestal, dan nam zus, die nam mij mee. Want dan was het samen zijn in de Kanaalweg, hè. En je vader die had een mooie Meccano-doos. En dan mocht ik met de Meccano-doos spelen in de voorkamer. En dan na verloop van tijd dan waren ze allebei vertrokken. Hè? Dus ik was een beetje chaperone, maar die werd mooi met die Meccano-doos afgeleid. Hè? Ik geloof dat het een Trix Meccano-doos was. Ik heb hem later nog weer terug. Want ik heb hem op Sinterklaas een keer van je vader gekregen. Die had er een mooi pakje van gemaakt. En, nou, ik heb er heel wat jaren mee gespeeld, hoor. Dat vond ik een prachtig cadeau. Ik had het thuis van mijn ouders nooit zo'n mooi cadeau gehad, hè. Dat sloeg alles. Voor ons is het een hele gezellige tijd geweest, want je vader was heel veel bij ons. Hij hield altijd met bonnen plakken en die was eigenlijk altijd bij ons. Het was een
Altijd leuk met Sinterklaas en zo. Had je vader hele grote zakken met allerlei cadeautjes erin. Tot zelfs een eierkool in zo'n pak papier of zo. Echt, die heeft heel veel gezelligheid in huis gebracht. Nou, wat ik wel leuk vond, dat toen Gijp bij ons thuis kwam, en of dat de eerste Sinterklaas was die bij ons meemaakte, en misschien om een goed blaadje te komen in de familie, had hij een enorme grote doos, werd bij de achterdeur of bij de bakkerijdeur neergezet. En wij wisten in eerste instantie niet waar dat vandaan kwam, maar later begrepen we dat wel. Nou, hij had ontelbare pakjes voor iedereen in zitten, met een gedichtje erbij en... Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het was ook een gezelligheidsmens, hè? Hij hield echt van gezelligheid. Maar dat vond ik heel, heel leuk van hem. Achteraf dus. Plakken. Ik weet wel, als Gijp vroeger bij ons kwam, en dan zei hij tegen, waar is Dickie? Dus dan zei hij bij ons, oh, die is bovenop, spat ook op de kamer. Nee, zo onder de kamer toe. Vond ik altijd eigenaardig. Ja, dat kwam allemaal toe. Wat kwam allemaal? Dat Gijp naar boven ging, naar de zus, naar de kamer. Oh, en dan bleef je dan... Ja, daar stond alles niet bij, toen ik verkeerde heb beschouwd. Nee. Ik weet nog wel dat mijn zuster in de oorlog difterie had. En dat ze op bed lag boven in de slaapkamer. En dat het was toen niet uit, dus heel besmettelijk. Dat hij de deur inkwam en dat hij met de zakdoek voor de mond zo eventjes om het hoekje keek. En dat zus toen begon te huilen. Dat weet ik nog goed. Hij ging een stap verder de kamer in. Toen vond ze eigenlijk heel erg zielig natuurlijk dat Gijp ook al niet bij haar kwam. Ik weet nog dat ze... Dat zat er niet helemaal lekker. Wat kunt u zich herinneren van de trouwerij? Heel weinig. Ik weet er nagenoeg niets meer van. Ik weet dat ze nog een receptie hebben gehouden in Hotel de Haas aan de markt. Maar van die trouwdag weet ik niks meer. Dat ze in ondertrouw gegaan zijn, dat weet ik ook nog. Want dan had ik een paar glazen cognac op die verkeerd vielen. Dus ik had gelijk genoeg voor de hele avond. Dat weet ik ook nog in die tijd. En ik meen dat opa Bos mijn meisje toen nog thuis gebracht heeft. En ik was er niet meer toe in staat. Ik kan me nog iets herinneren, maar of dat nu de trouwdag was of ondertrouw. Dat... Mien, dat was de vrouw van Jan, van de broer van Gijp. Dat hij nog uit zo'n ouderwets boekje, waarin voordrachten stonden, iets voorlas. Hè. Voor die tijd dan een heel amusant verhaal. Dat is het enige wat ik me van kan herinneren. Nou, volgens mij hebben we receptie gehad in de Korenbeurs. Ik weet nog dat de buurman met zijn dochter er ook zat. Die van de Ruiter. En het was op de markt in de Korenbeurs. En het was die dag winderig, een beetje echte herfstdag. Ja, er zullen nog wel meer dingen zijn die ik me op het ogenblik niet herinner. Maar dat zijn enkele flitsen zo, uit die tijd.